Hoi Hi. Welkom bij jouw eerste uh, eindejaars. Nee tweede. Nee. Ik, ik, ik heb vorig jaar ook was ik er ook met de kerststream en zo. Volgens mij heb ik toen ook nou in ja. de stream. Ja. Heb ik een mini-interview natuurlijk ja, ik dan toen ook met heb Wel jou jou mijn gedaan. beste games van 2021 gedaan. Je hebt gelijk ja. Toen toen ja. Uh, toen hoe lang kom je al over de vloer? Een um, jaar en. Twee maanden. Ja, precies. Het was inderdaad twee ja. maanden toen dus ja. hadden zoiets van. Hoi, ik ben nieuw en hier zijn mijn beste games. Ja, ja maar dat <laughs> werkt in een stream heel goed. Ja. In, een, in een ding van een uur uh, uh, item is dat uh, uh, wat lastig na twee maanden. Maar nu uh, uh, inmiddels inderdaad een jaar en twee maanden. Dus mm -hmm. hadden zoiets van, dat moeten we doen. Ja. Ben jij uh, een, uh, een game Kings presentatrice? Of ben je de game queen? Hoe, hoe uh, wat je Ik ben een, een Game king presentatrice. Ja, hè? Ja, ik denk ook dat ik uh, de afgelopen paar maanden sowieso niet zo heel vaak geweest ben. En dat ik daardoor me ook niet helemaal uh, een Game Queen wil noemen of zo. Dat ik denk, ja, ik ben hier gewoon niet heel vaak. Maar sowieso vind ik dat een stom woord. Ja, precies. dat is voor kijkers vaak makkelijk. Uh, en, en sommige mensen, ja, dat is een Game Queen. Nee, ik ben Kings gewoon een Game King. Precies. En dat, ik hoorde gewoon bij... Maar ik ben niet een game queen. Dat vind ik echt stom. Was Shelly noemde ze Shelly een game queen? Ja, dat was inderdaad een beetje het het uh, Ik vind dat het heel lelijk. Ja. ja, Klopt ook niet. Zo heet het niet. Nee, nee, net als female gamer. Dat is toch ook gewoon een gamer. Ja. Dat, ja. Is dat in Nederland een gamester? Ja, dat vind ik stom. Ik zegt gewoon niet dokterin of zo. Het is gewoon een, gewoon niet <laughs> is gewoon ja, een bij dokter. Niet. Ja. <laughs> ja. Maar het. Uh, en een bakker is misschien ook een bakker of een bakster. Bak, maar dat, er nee. zijn wel docenten, docenten, er zijn wel vrouwelijke versies ja. van. Ja, nee, ik vind het gewoon niet nodig. Ja. Ja, duidelijk, dat wilde ik even. Even, <laughs> even, even duidelijk doen. voor nu, voor altijd. Ja. Ja. Hey, jij hebt volgens mij best een bewogen jaar. Ja, ja nou vooral veel uh, uitvogelen wat ik wil. Want ik was vorig jaar net gestopt met streamen toen ik hier kwam. Uh, toen was ik echt net een maand gestopt met streamen of zo. En. Um, toen wist ik niet zo goed wat ik moest gaan doen. Toen ben ik in een kroeg gaan werken. En uh, naarmate dit jaar ver verder ging, uh, merkte ik gewoon dat ik het eigenlijk helemaal niet meer zo goed trek. Uh, terwijl ik mijn hele leven in horeca heb gewerkt. Tot nu toe, al die, allebei baantjes die ik heb gehad waren horeca. Maar dit was 30 uur. Ja. En dat is wel even iets anders. Het wat anders dan één avondje in de week. Uh... Ja. ja, dus ik merkte gewoon dat ik het is heel hard werken voor eigenlijk heel weinig geld. Ja. Uh, en dan moet je het of vet leuk vinden um, of ja uh, yeah. uh, gewoon dat je passie daar ligt zeg maar maar dat was bij mij ook niet zo want als je barvrouw bent dan ja als je tien jaar daar blijft werken blijf je tien jaar barvrouw ja. en dat is voor mij gewoon niet heel interessant. Waarom ben je dat gaan doen? Omdat ik op dat moment was het gewoon het makkelijkst. Ik moet muur betalen en uh, daar had ik ervaring in en er kwam een nieuw muziekcafé in Alkmaar. dus ik dacht ah dit ga ik doen. Dit wordt mijn ding ja en uh, ik ga gewoon uh, de beentjes boeken en allemaal leuke dingen doen daar en uh, maar uh, en dat heb ik uiteindelijk ook wel gedaan precies maar het voelde niet alsof dat heel erg vervulling was of zo zeg maar voelde het niet van jou ook het voelde niet helemaal gewaardeerd op de manier die ik graag ontvang <laughs> zeg maar en het, het moet of dan uh, geld opleveren of of liefde ja. zeg maar en dat deed allebei niet meer dus ik heb uh, Drie weken geleden ontslag genomen. Zonder dat ik uh, iets nieuws had. Ja. Gewoon bam, ik ga, doei. Want ik had de afgelopen vier maanden of zo rare burn-out klachten. Ook al een beetje rare huilbuien. En ja. weet ik het, mijn fiets viel om bij de supermarkt. En dan sta ik te janken. Weet je wel, ja. van die rare... Ik ben wel Full emotioneel, maar niet zo emotioneel. Ja, <laughs> ja. En, uh, want het was gewoon tien uur per dag. Tot vijf uur s'nachts. En op mijn vrijdagen lag ik alleen maar op de bank bij te komen. En elke keer geef ik 300% van mijn energie uit in ja. het weekend. En dan vul ik het net weer aan tot 100 en dan begint mijn week weer. Dus het was elke keer one step forward, three steps back, zeg maar. En op een gegeven moment stond ik zo in het rood qua energie... Ja. dat ik uh, dat gewoon niet meer uh, volhield. En dat zag je bij jezelf en toen had je zoiets ja. van, nee, dat is wel uh, Ja, waar ik heel trots ook om over ben. Want normaal stop ik pas met dingen als het te laat is, zeg ja. maar. En nu eigenlijk net voordat het te laat is. Je hebt dus het door al die andere dingen heb je geleerd. Ja. Ja. Ja, en mijn baas was niet blij, want we hebben maar twee man personeel, inclusief ik. Ja, is dat, uh. zie je dat nog steeds? Is dat door COVID nog steeds lastig om uh, voor, voor bazen en misschien heb je daar niet zo heel veel mee, is, zelf mee te maken? Er zijn maken genoeg gehad. mensen die daar willen werken, maar op de een of andere manier, uh, ik ga er niet te diep over in qua hoe intern dat allemaal ging, maar um, we hadden gewoon twee mensen daar werken en uh, daar redden we het mee. Ja. Uh, maar als eentje ziek is of weet ik veel, dan heb je meteen een probleem. En die verantwoordelijkheid wilde ik gewoon niet hebben. Uh, en, en je kan nooit ruilen, want op vrijdag sta je met z'n tweeën. Ja. En uh, dan kan je nooit zeggen: Oh, ik ruil me vrijdag voor jou donderdag of voor. Want ik kon gewoon niet, want er was maar één iemand en die stond er ook op vrijdag. Dus het voelde, het was niet nine to five, maar het voelde alsnog ergens een soort van heel erg gebonden Ik kon nooit aan... iets in het weekend. Of ik moest een vakantiedag aanvragen of zo. En moet je dan een maand van tevoren doen. En ja. soms wil je gewoon op donderdag kunnen zeggen: van Oh, ik ga morgen even iets leuks doen. Laten wij we verruilen, weet je wel, dat moet gewoon kunnen. Ja. En dat kon niet. Dus het voelde. Ja, op een gegeven moment kreeg ik een uh, contract voor onbepaalde tijd. En dat voelde echt zo van: je bent veroordeeld tot onbepaalde <laughs> tijd. <laughs> maar, ja. En uh, een half jaar geleden heb ik ook al een gesprek met mijn baas gehad: van ik trek dit niet. En toen uh, bood hij me meer geld aan. En toen ben ik gebleven. Ja. Uh, maar dat gevoel bleef ook. Dus uiteindelijk Tuurlijk, het maakte het dat niet uit. geld maakte er niet, niet zo nee. heel veel uit. Hè. Dus ik heb toen gewoon mijn oude schoenen weggegooid voordat ik nieuwe had. Ja. En ik uh, uh, ben dus de afgelopen drie weken werkloos geweest. En uh, dat voelt eigenlijk al heel chill. Ik wou net zeggen, en drie weken is gelukkig ook niet zo heel lang. Dan hoef je nog niet heel nee. erg in de problemen te zitten. Nee, ik heb, gewoon, ik heb niet helemaal roekloos. Uh, ik had wel gewoon een beetje spaargeld. En ik zou in principe tot maart uit kunnen zingen. Ja. Um, maar ik heb gisteren gehoord dat ik een nieuwe baan heb wat ik Iets nog niet helemaal mag aankondigen, ah, want ik heb okay. het contract nog niet getekend. Nee. <laughs> maar het is wel weer in de gaming-industrie, oh, okay. uh, maar wel weer de, meer de business side of things, zeg maar, en niet zozeer de uh, entertainment kant ervan. Ja. En uh, een social media uh, slash community management baan. Ja. Dus dat is minder hard werken voor meer geld. Dat heb ik goed geregeld. Ja, ja, zal, dat, is, dat is ook de progress ja. uh, die, uh, die je wilt zoeken. Nog even ja. terug naar die, die uh, want uh, uh, hier mogen we dan misschien inderdaad niet te veel over uh, uh, vertellen. Um, je hebt wel altijd in de hooika gewerkt, zei je. Ja. En daar misschien dus ook wel plannen in gehad? Weet je? Is, dit, is dit voor nooit meer nu? Of, of denk je van, nou, ik wil ooit dat je dat boek... en, en ja. sommige dingen me er maar wel van. Ja, dus, en ik ben er goed in. Ik ben er goed in uh, die sociale... gewoon een sfeer creëren waar mensen zich fijn voelen... Ja. In, op een plek, dat, dat kan ik. En eh, gewoon gesprekken voeren en lekker slap lullen... en weet je wel, dat, daar ben ik goed in. Um, en dus het is wel iets waar ik blij van kan worden... Maar de manier waarop het hier ging, waar ik nu werkte, was niet iets waar ik uh, lang in uh, moest zitten. Nee. Maar ik zou het denk ik wel weer doen als het zo loopt. Alleen dan misschien voor mezelf. Of, uh, maar daar komt ook heel veel meer bij kijken waar ik dan weer heel slecht in ben. Dus administratie en ja. dingen regelen dat, uh, qua inkoop en dat, voorraden bijhouden en zo. Dat weet ik gewoon dat ik dat niet leuk vind. Nee. Dus dan zou ik het met iemand samen doen die dat dan wel vind, leuk vindt of zo. Kan. Maar het, ik moet wel het gevoel hebben dat ik het ergens voor doe. En niet alleen ja, maar om jezelf. iemand anders zakken te vullen. Nee, precies zeg maar. voor jezelf dan uiteindelijk. Maar ja. dat is voor nu dus even geparkeerd. Ja. Ja. ja, vet nice. Ik ben opeens gewoon om tien uur s ochtends wakker. En want ik sliep echt tot drie uur s middags gewoon. En ja. dan word je wakker met veertig berichten op je telefoon, want iedereen is al acht uur wakker. En die draaien allemaal al die dag, zeg maar. Dus dan word ik net wakker en dan ben ik al meteen overweldigd ja. met allemaal dingen. En dan nu, nu kom ik gewoon iets meer in het ritme van iedereen om me heen. En dat is heel fijn. Ja, je was natuurlijk toen je streamde, was je ook altijd. Heb je het ja. altijd omge omgedraaid? Ja, absoluut. Ik ben al acht jaar dat ik vier, vijf uur s'nachts naar bed ga. Ja. Dus het, het nachtleven, dat, dat uh, was niet het probleem. Maar gewoon uh, ja, tien uur achter een bar staan, je ben je, je bent mensen een psycholoog ja en, zeker. en je bent een uh, kinderjuf zeg maar je moet gewoon hé, hey, uh, niet schreeuwen weet je wel ja, ja, ja. <laughs> niet met ja. dingen gooien jongens weet je wel <laughs> je bent ja. de hele tijd aan uh, is dat niet af en toe nerve wracking? dat je want dat, dat je, je bent een vrouw en er staan waarschijnlijk een beetje bewijzen van mm -hmm. zes gasten uh, ja. in de dingen dat je denkt van crap Ja, Soms ze worden nu hostile of Ze worden nu violent. Ik ga nu zo over een kwartier sluiten en er staat er eentje die ik helemaal niet vertrouw. Precies. En dan vroeg ik wel eens aan vaste gasten, want er waren altijd wel mensen die ik gewoon ken. Kun je even blijven? Van hey, kan je even blijven tot die weg is? Of ja. weet je wel. En dat is dan een veilig iets. Um, of ik kan gewoon, uh, de, want de kroeg ernaast was ook van dezelfde eigenaar. Dus dan kon ik gewoon collega's van daar even roepen. Ja, oké. Okay. Hey, want op woensdag stond ik in mijn eentje. Uh, en ik was de enige vrouw die daar achter de bar uh, stond. Ja. Maar inderdaad, en ik, ik ben natuurlijk wel wat gewend. Want ik als streamer. Uh, sowieso in 2013, 14 waren er echt weinig vrouwen. Um, en daarvoor zat ik op scouting. Waar ook gewoon <laughs> geen vrouwen was. Dus ik ben altijd wel in een mannenwereld. Uh, ja, geweest. En achter de bar, inderdaad. Ja. Ook en hier bij Gamekings zijn ook alleen maar mannen. Ja. Dus ik ben, ik ben niet geïntimideerd door het feit dat ik uh, nee, ja, nee. de enige vrouw ben of zo. Maar, maar soms uh, weet ik gewoon van ja. Als we dit. Als ik fysiek iets moet tegen deze man, dan win ik niet. Nee, precies. Dus dat dan... hoeft voor sommige mannen niet eens te gelden. Namelijk. Nee, precies. Ik, dat, ja. Ja, ik ben gewoon niet uh, iemand die, uh, die dat risico gaat nemen. Dus nee. dan vroeg ik gewoon van... En in het weekend hadden we beveiligers staan. Dus dat was ook okay. altijd heel fijn. Ja, maar dat voelt ja. ook al ergens op weer, toch? Als je dat nodig hebt in een kroeg. Ja, ik heb het nooit nodig gehad. Sowieso was het er gewoon een... Een alternatief café met een beetje hard rock en een poeltafel. En het was allemaal niet zo. Ja, dan gaat het niet zo snel. Waren echt niet heel veel mensen die wilden kloten of zo. Het was gewoon een beetje van die oude rockers. En uh, het was de... altijd wel gezellig. Ja, ik wou net zeggen. Dus ook wel weer leuke. Ja, het is sowieso een plek waar ik heen zou gaan. Als ik zelf naar een kroeg ga. Ga je dat nog doen? Ja, ik ben er. Vorige week, vrijdag, afgelopen vrijdag, ben ik er geweest. Voor het eerst sinds ik ontslag heb genomen. Ja, want 3 december was mijn laatste werkdag. En dat was heel raar, want ik zat opeens aan de bar. En ik zat maar alleen maar van, oh, die lamp die staat niet heel fel. En de muziek staat te hard. En eigenlijk moet ze daar even die deur dicht doen. En weet je wel, alleen die maar. Werk. Die, van, oh, die fles werk. die moet daar. En die staat met de dop open. En, weet je wel. Ja. en toen dacht ik, nee, gewoon loslaten. Dat ja, is heel moeilijk. Je hoeft er niet meer aan het werk daar. Nee, nee Nee, ik kreeg wel gratis cola. Dat cola? Nee, oh, ja, ja, ik drink, drink niet. Ja, dat, dat, <laughs> dat was wel raar. Om altijd nuchter te zijn als je in een kroeg werkt. Maar echt, je ziet mensen aftakelen dan. Ja. Of mensen die, hey, doe even een shotje mee of zo. En dan, nee, oh, ik drink niet. Ja. Je drinkt niet. Maar je staat in de kroeg. Ja, wat zou je aanbevelen? Ik zei, ja, Cola. <laughs> ja, op een gegeven moment weet ik wel welk bier een, een beetje hoe. Als in, ik weet wel dingen dat uit te leggen is. over wat we verkopen, maar ik heb ja. het zelf nooit geproefd. Nee, Wie zou inderdaad. Nee, ja. dat, dat sowieso niet. Het is niet dat je gewoon het is helemaal nooit niet even proeven. Nee, nee, nee. Ik, heb, ik vind bier sowieso vies. Ja. ja, er gebeurt iets in de studio. Maar... Alles komt naar beneden. Ja. Alright, ja. en maar straks uh, heel wat anders. dan Ga je, ga je dan 9 to 5. Ja, letterlijk, want het moet om negen uur beginnen. Het is in Utrecht, bij uh, Dutch Game Garden, daar uh, in de buurt. Een, een kantoren uh, ding. Ja. Um, ja, dus dat wordt moeilijk, want dan moet ik om half acht de trein uiterlijk, s ochtends. Dus dan moet ik om half zeven op. Ja, dat is voor jullie je vroeger naar binnen ging. Ja, of naar bed ging. <laughs> ja, absoluut. Dus ik, ik ben benieuwd. Ik, heb nog, uh, ik begin 16 januari als het goed is. Dus ik heb nog even om mijn ritme een beetje om te gooien. Precies. Maar dat, is, dat gaat wel lastig worden voor mij, denk ik, in het begin. En ik ga ook op vrijdagmiddag pianoles geven op een muziekschool. Leuk. Ja, want Dat's... die baan die ik nu heb, die is 24 uur. Ah, en dan kan ja. ik dan net mijn vaste lasten van doen, maar eigenlijk niet meer. Nee. Dus dan uh, ga ik pianoles geven op vrijdag en ik geef workshops aan kinderen nu... Uh, met ook geluid en, en film en streamen. En... Ja, volgens mij hoorde ik ja. Jij daarover. Is dat op scholen? Ja, ik ben nu bezig met workshops op scholen in Alkmaar, samen met de vriendin van mij. Um, die zijn toevallig vandaag dan geëindigd. Um, dat was uh, CKV-les. En dan moesten ze naar een museum en uh, stedelijk museum Alkmaar. En dan moesten zij zelf kunst gaan maken gebaseerd op iets wat ze hadden gezien daar. En dan de winnaar, want er wordt iemand uitgekozen, die mag dan een jaar in het museum. En dan gingen wij ze helpen met. Dat ontwikkelen en uh, ideeën brainstormen en daar iets concreets uit uh, vormen. Ja. Dus dat was heel leuk. En ik ben stop-motion filmpjes aan het maken met groep 678 uh, over water in samenwerking met Hoogheemraadschap. Dus wat er gebeurt als je, je frituurvet door de gootsteen gooit en hoe dat gefilterd wordt. En dat ze leren hoe dat allemaal werkt. En, en hoe kom je aan al dat soort verschillende klussen dan? Ja, ik heb, ik heb sowieso heel veel uh, netwerk in de kunstzinnige uh, wereld. Uh, ja. En uh, er is iets in Alkmaar, dat heet de stadsfabriek. En dat is een broedplaats. Dus daar zitten allemaal ateliers van mensen uh, die iets doen kunstzinnig. Uh, dus er zit uh, een meubelmaker of, of een glasblazer. En een, uh, er is iemand die kinderspeelgoed maakt. Er is iemand die busjes ombouwt voor uh, fanlife. Ja. En, uh, dus dat zit allemaal bij elkaar in één lood. En dat uh, is super fijn, want het is allemaal kruisbestuiving. En daar zit dus ook een filmstichting. En daar ben ik bij betrokken geraakt via iemand die, die ik ken via de, de horeca. Dus die zei van oh, als je straks weggaat, dan misschien is dit leuk. Ja, en die doet mij... nu een workshop dus met stop-motion. En dan ben ik dus de, de voice-overs aan het opnemen met die kids. Ja. Dat is echt super leuk. Want groep 6, 7, 8, die, die vinden het allemaal top wat, wat je doet. Dus dan moeten ze een stop-motion filmpje maken over een dijk die doorbreekt of zo. En dan komen ze bij mij in de studio en dan gaan ze. En toen kwam er een hele grote golf. Ja, ja, ja. Zo, 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 weet je wel zo. Ja, ja gaan ze zelf de geluidjes doen. En dat editen wij dan achteraf. En uh, ja, het is echt super leuk. Ja. Dat is echt heel leuk. Grappig. En dat ja. blijf je dus inderdaad ook. Uh, ja, uh, dat, dat is doen, gewoon ZZP uh. los. En het is ook niet zo betrouwbaar dat ik het allemaal, dat ik daarvan zou kunnen leven. Nee. Maar het is gewoon leuk voor de bij. Ja. Als ik een beetje straks nog tijd overhoud. Want ik nou, vind alles leuk. En dan doe ik weer te veel. En dan zit ik straks weer met een soort burn-out. Nou ja, als, het, als het niet knaagt aan. Uh, wat je erover denkt. Uh, nee. Maar allemaal leuke dingen en zijn. Dan zal leuk. het veel minder snel gebeuren. Ja. En ik doe het voor mezelf. En het grootste ding is. dat ik er gewoon heel veel energie van terugkrijg. Ja. Ik word ook helemaal hyper als ik het over heb. Zeg maar. En dat, ja. dat is het. Precies. Want ik kan best 60 uur werken. als, als het me gewoon. Teruggeeft wat ik erin stop minimaal ja. of meer. Ja, en dat is niet financieel. Dat is echt uh, passie en liefde wat ik er dan weer uithal. Ja. En dan kan ik gewoon heel veel doen. Dus als zolang ik dat in, een, in mijn achterhoofd hou, dan denk ik dat het wel goed komt. Ja, dus we zijn je ook nog niet kwijt. Nee, precies. je kan nee. nog steeds ook langskomen. Ja, absoluut. Ja, ik wil ook heel graag, omdat ik dus. Ja, ik ben nu al een paar maanden best wel weinig geweest. En ik voel me langzaam wat meer disconnected ook. Uh, zo van, nou, oh... Yeah, yeah, ja, ben ik nog wel uh, een Game King? Of uh, nee, <laughs> weet je wel, hier, vindt zeker, ze ja. mij nog wel aardig? <laughs> en uh, weet je, dat soort dingen. En ik wil eigenlijk heel graag... Uh, dat heb ik nog helemaal niet besproken of zo. Maar ideaal gezien lijkt het me heel cool... als ik een indie-game-item zou kunnen doen of zo. Ja. Uh, dat ik zelf kom. Want ik had nu het afgelopen jaar nul energie over naast mijn werk. Maar... Dat heb ik straks wel waarschijnlijk. Dat ik ja, gewoon ik zelf dat het een kom met is. Die, die vet zijn. Ja. En dat ik dat dan gewoon kom bespreken. Kom aandragen cool. ook inderdaad. Want nu, nu is de jij die denkt van oh, dat is nu wel eens tijd voor ja. uh, zoiets. En dan kan jij misschien, misschien had je geen tijd. Ik ja. heb namelijk ook het idee, en misschien correct me if I'm wrong, maar dat je minder hebt gegamed dan, dan voorgaande jaren. Ja, absoluut. En waarom, ja. waar, 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 ho, 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 hoezo was dat? Het is een deel omdat ik niet meer stream. Ja, want voor mij logisch. Het voelt een beetje van, ja, maar waarom zou ik gamen als ik het niet uitzend? heel rare mindfuck die ja, je ik je hebt mezelf... dat jaren gedaan natuurlijk. Ja, dus het voelt is, is heel raar. Game die je niet offstream toen dan? Nee. Nooit? Het was altijd onstream? Nee, on daarvoor wel. Voordat ik streamde, gamede ik gewoon ja, elke tuurlijk. dag. Ja. Maar toen op een gegeven moment voelde het als werk. En dan ging ik in mijn vrije tijd niet meer, niet meer gamen. Nee. En dat is nu wel weer. Tenminste, ik speel dus heel veel TFT nu. Um, en dat vind ik leuk, omdat het potjes zijn. Dus dan kan je een potje doen en dan ben je klaar. Ja. En maar een game waar echt een heel lang verhaal in zit... dat vind ik dan weer heel moeilijk om... In mijn eigen tijd te doen, want dan denk ik, ja, dit zou heel vet zijn om te streamen, maar dat mag dan niet. Dus dan doe ik het niet en dan denk ik, ja, waarom zou ik het dan spelen? Maar zou je weer zou je weer wat vaker willen? Want op een gegeven moment toen je inderdaad hier uh, uh, ook, ook over de vloer begon met komen, toen, toen was je juist gestopt met streamen. En wij zijn ja, helemaal altijd... klaar mee ook. Ja, precies. Ja. Maar is dat, is dat nu veranderd? Ja, Ja ik mis het wel. Ja. Maar niet meer als baan. Nee, ik zou precies. dat echt nooit meer als nee? uh, fulltime inkomen willen doen. Nee. Zo stressvol. Ja. Dat is echt bizar. Je bent gewoon afhankelijk of jij je huur kan betalen voor hoe mensen hoe, hoe leuk mensen jou vinden. Ja. Eigenlijk ja, ja, ver als je en dat op die nog manier... een soort random ding van het algoritme of mensen je überhaupt vinden. Dus je er zitten zoveel factoren aan waar je geen controle over hebt dat het heel stressvol is om financieel daarop te bouwen. Ja, tenzij je veel sponsors hebt, maar dat heb ik nooit gedaan. Nee, precies. Dus dat is inderdaad ook. Dus maar, 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 maar en en met met alles wat je, wat je nu. Want ik kan me ook voorstellen dus dat de, de, de kroegbaan was gewoon zoveel energie... dat je dat niet eens meer ik op kon brengen. Ik kon niks meer. Ik kon niet eens mijn moeder aan de telefoon hebben als ik had gewerkt. Nee. Ik kon niks. Ik kon gewoon op de bank liggen en hele stomme dingen kijken op Netflix. Ik heb alle Temptation Islands nu gekeken. En gewoon iets waar ik niet over hoef na te denken. Ja. En dan is het oké okay. als je vijf uur in slaap valt, heb je nog niks gemist. Die dingen keek ik altijd en dan ging ik gewoon naar bed en de volgende dag weer. Ja. Dus nee, maar, t, ja, en het dan dus daardoor ook minder gegamed, logisch. Ja. En dus inderdaad, het was een heel moe jaar. Ja. Ja. ja, hopelijk wordt dat inderdaad uh, volgend jaar. En dat klinkt alsof dat inderdaad in de lift zit en beter uh, wordt. Ja, ik ben gewoon wat verder weg gaan staan van dingen die ik leuk vind. Uh, door het gevoel te hebben dat ik ergens financiële verantwoordelijkheid had en dit dan maar ging doen. Ja. Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Nou ja, nee, als je iets anders vindt. Je hoeft niet, vindt, je, niet je baan maar... te haten of zo. Zeg maar. nee. Het voelt echt als een first world problem dat je je baan leuk wil vinden. Maar dat, Het voelt alsof ik verwend ben als ik zeg van ik wil, ik wil mijn baan leuk vinden. Want werken hoort niet leuk te zijn, of zo, nou, voor mij. Maar dat Game is helemaal Kings, niet zo. Iedereen bij Game Kings doet Gamekings ja. omdat je baan leuk ja, moet ja, zijn. Precies. Ja, precies. Maar ja, ik kan ook weer niet editen en zo. Dus dan, nee, dan okay, is het hier nee. ook niet zo nuttig. Nee, voor, <laughs> voor, voor qua dat. Inderdaad zijn er mensen hier inderdaad vaker aan de slag. Inderdaad ook achter Ja, heel veel dubbel. Ja. En dat is natuurlijk ook waarom je misschien wat, lang, wat minder uh, bent langsgekomen het laatste half jaar. Omdat als jij niet. Um, precies wat jij nu net aangeeft van ik wil games toont. komen uh, we ja. komen bespreken met jullie ja. uh, en nu was het soort van dat dat jij dan even moet hey heb je toevallig nog wat dingen gespeeld die nou je ja, langs ik kan, kan meer komen van oh, een... we moeten dit reviewen dus doe jij dat dan uh, ja. zeg maar dus het, ik wachtte gewoon tot jij mij iets ja. liet horen van hey er, kan je dinsdag want we moeten deze game uh, uh, reviewen en of we willen deze game reviewen ja. um, en um, Eigenlijk het liefste zou ik zelf komen met games van, hey dit wil ik bespreken. Ja. Maar daar had ik gewoon echt niet de nee, energie precies. voor. Nee. Ik kon gewoon niet. Nee, en ook niet als, als jij natuurlijk dan zei van, hey kun je uh, over twee weken op dinsdag langskomen en ja. dan vijf games meenemen? Dan was dat al zo'n task. Ja, dat, dat, dan dat... had ik gewoon maar één dag in, de, in die twee weken dat ik dat kon spelen überhaupt. Het ja. was gewoon te veel. En, en dat zeg ik maar ik had gewoon nul hersenram. Op de dagen dat ik niet aan het werk was. Ik kon gewoon niks. Ja. Ik voelde me echt helemaal uitgeput. Dus het is heel goed dat ik gestopt ben. Ja. Um, en ook heel vet dat je al een aantal dingen erop ja. hebt gevonden. Ja, ik die... ben altijd wel een hostelaar. Ik, ja, blijkbaar. Uh, ja, ja. ik uh, ben vanaf mijn zeventiende gewoon uh, op mezelf. En uh, financieel ook gewoon op mezelf. Je eigen dingen aan het doen. Ja. ja, en ik vind altijd wel weer een maniertje. Of het is schilderij verkopen. Of, uh, weet je ik hebt veel. heel veel verschillende en... dingen gedaan. Ja. Vette ADD'er ben ik. Ik heb ja. elke maand een nieuwe hobby en dan kan ik dat ook gewoon meteen monetizen. Ja. ja. ja en dan vind ik het na een half jaar niet meer leuk en ga ik het anders doen. Ja. Heb je, deze, heb je ja. dit jaar nieuwe hobby's dan geadopteerd? Nou, ik wil heel graag kleedjes maken. Heb je dat wel eens gezien, die Tufting? Uh, dan heb je zo'n soort van. Een pistool met met wol oh ja en dan kan je zo ja. kleedjes maken en dat lijkt me te gek maar die, ja. die pistolen zijn 300 euro of zo ja, voor en ik je weet paycheck straks dat ik het over twee maanden niet meer leuk vind nee dan verkoop je hem misschien op marktplaats voor 200 ja, dat euro kan, zoiets of je is... koopt hem op marktplaats voor 200 euro ja je ja, verkoopt hem voor honderd. Maar ik wil dat heel graag. Ik, en dan kan Gamekings kleedjes maken of zo. Leip. Dat ja. lijkt me echt heel cool. Heeft niet iemand... Maar, je moet even een mini op ja, doen. Nou, heeft in de... iemand een tafting gun voor mij? Te lenen even. Te lenen. Die kan ook gewoon weer terugsturen ja, na ja, drie precies. maanden. Ja, er zit best wel wat... Uh, je moet een frame bouwen voor, dat, voor die stof. En dan moet je die stof nog halen. En ja. de, de wol halen. En dan moet je uh, schapenscheerder ding halen om het bij te... Ja. Scheren en... Dus er zit heel veel dingen die je moet kopen. Ja. Maar ik heb inmiddels ook alweer een nieuwe hobby bedacht. Wat dan? Nou, ik zag iemand string art maken. En dat is dus een, een houten plank. En dan doe je allemaal spijkertjes in, oh, dat in een, in een dat. rondje of zo. Ja. En dan maak ja. je van die mandala dingen. Ja. En dat wil ik gaan... Want dat is veel goedkoper. Je hoef je alleen maar spijkers te kopen. True. En, en een stukje hout hoor. en ja. wat touw. Ja. Dus misschien is dat beter. Ja, maar ik heb ook beginnen. epoxy gegoten en Vet. ik heb geborduurd en ik, heb, ik, ik ben echt iemand met korte aandachtspan, maar dan wel 100% aandacht voor één ja. ding zeg maar. Wat uh, wat. Ja, het is echt heel classic ADD. Uh, Zeker, weten, <laughs> ja. dat is het. Uh, en al die dingen, in ieder geval dit, dit jaar, dat deed je volgens mij ook nog in een schimmelhuis. Ja. Toch? Ja. Nou, ik ben in juni, nee juli. Ja. Uh, Eén of een van de twee ben ik verhuisd naar waar ik nu woon. Ja. Uh, ik ben ook heel ziek geweest. Precies. Want ik, ik, heb, heb echt, ik was echt in het ziekenhuis met bloedhoesten en uh, longfunctietesten en weet ik het allemaal. Want ik woonde dus al drie jaar in dat huis. En de, de laatste vier, vijf maanden dat ik er woonde, werd ik echt heel ziek. Ja. Um, want er zat gewoon een muur van. Er zat gewoon een schimmelplek van 2,5 meter of zo. Van, van, aan een buitenmuur die nat bleef. als ja. het regende. Dus het was ook niet iets waar ik iets aan kon doen. Je kan het niet overschilderen en dan is het, dan is het er zo. Nee, weer. want die, elke keer als het regende werd de hele muur nat. Dus. Die, die dakgoot aan de buitenmuur was stuk ergens. En die huisbaas heeft dat nooit... Uh, elke keer stuurde die een mannetje... die dan een soort pleister op een schotwond ging doen. Zeg ja. maar voor uh, goedkoop. En dan was het weer een dag droog of zo. En dan was er weer een goede regenbui. Dan was die muur weer nat. Um, en toen uiteindelijk is dat een zaak geworden bij de huurcommissie. Ja. Uh, en die uh, heb ik gewonnen... Twee maanden terug. Ja, toen ging je in hoger beroep. Hoge beroep en daar moet ik nog van horen. Ja, dus ik heb nog geen dagvaarding gehad. Dus misschien heeft hij gebluft, maar dat weet ik nog niet. Maar ik heb in ieder geval. Dagvaarding wel, nu is inmiddels een, een advocaat. Een, een, een uitnodiging uh, naar, de, naar de courtroom. Ja, een dagvaarding. Gewoon, you've been served. Ja, precies. Ja, ja ik dacht dat dat altijd iets is dat, dat, dat je dan aangeklaagd werd. Maar in dit geval is het dan nee. gewoon Het is een uitnodiging naar de. Uh, ja, ik de heb dan gewonnen en dan kan Zo. hij daar tegenin gaan. Hij heeft dan acht weken na die uitspraak om dat te doen en dan moet hij naar de rechter. Om te zeggen: Van ik ga in hoger beroep. En die rechter stuurt dan een deurwaarder naar mij. Ja. Met die brief. Ja, wat gek dat het dan van deurwaarder. Dat niet gewoon de rechter je vanuit het rechtskantoor. een brief kan sturen. Ja, dat zo. doet hij. Maar dan met een deurwaarder. Oh, zodat je zodat zeker weet. Het, dit, ja. ja. Ja, maar dat bedoel, ja. ik zie dit in films. Maar ik heb ja, ik Nee, nog nooit Ik ben bedacht, ook waarom. voor het eerst. Uh, en de, de, die hele zaak tot nu toe heb ik zelf gedaan. Ja. Uh, maar omdat hij. Hij heeft mij op een gegeven moment op WhatsApp een appje gestuurd. Van hé, hey, ik ga in hoger beroep. Wat is je adres? En ik dacht. Ik wil niet jou mijn adres geven waar ik nu woon, want nee. ik, ik vertrouw die man voor geen meter. Dus ik heb toen, uh, ik heb gelukkig rechts, rechtsbijstandverzekering. Ik heb een keer vijf jaar geleden naar mijn moeder geluisterd ja. dat ik dat moest nemen en gewoon gedaan en vergeten dat ik het had. Ja, maar ik heb top. het. Dus uh, ik dit das bellen van, hé, hey, um, help, wat moet ik nu doen? Moet ja. ik hem mijn adres geven? Want voor hetzelfde gaat, moet dat gewoon? Ik heb geen idee. En toen zeiden ze van, nou, uh, dat hoeft helemaal niet en hij probeert je gewoon bang te maken. Dus ik heb de meest uh, politiek correcte fuck you uh, geantwoord. Van, uh, ik voel mij op dit moment niet veilig om u mijn gegevens door te geven. U hoort nog van mijn jurist. Ja, vet. punt En daar heb ik nooit antwoord op gehad. Um, maar toen heb ik dus mijn jurist uh, toegewezen gekregen en gebeld. Ja. En die zei, het wacht het even af. Hm? Was het she -Hulk? Nee. Ja. Nee. nog steeds niet gezien trouwens ah. nee. nee die zij wacht even af als hij echt in hoge beroep gaat dan krijg je dus een dagvaarding mocht hij bluffen en dat niet hebben gedaan dan uh, gaan we hem gewoon uh, lastigvallen om uh, omdat je geld gewoon op te halen zeg maar ja precies Want als hij niet moet meer mij verder gaat geld betalen ja. en ik krijg mijn borg nog terug dat heb ik ook nog niet dus uh, dat ja. is nog een dingetje precies maar je woont in ieder geval niet meer in dat huis ik woon nu uh, in een heel chill huis met ja. een hele chille huisbaas ik woon niet meer in, de, in het centrum dat is wel jammer ja maar dat is gewoon niet te betalen op dit moment. En uh, ik zit nu gewoon twee slaapkamers en uh, lekker uh, geen schimmel. Nee, precies. Ja. <laughs> ben je nog bezig met uh, in een van die kamers muziek maken? Nou, heel weinig. Ook omdat ik nog steeds last heb van mijn longen ja. door die uh, shit. En natuurlijk inderdaad, van de, 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 de stress van je vorige werk. Je moet dan nog even. Ja, ja ik was ook steeds gor na het weekend. Dat ik gewoon niet kon zingen. Ja. O, om de, over de muziek heen schreeuwen en zo. Maar vooral dat ik gewoon nou, tot denk ik een maand geleden nog steeds uh, echt heel erg heb gehoest. Op het punt dat ik gewoon mijn stem verloor. Ja. En uh, mijn holtes in mijn hoofd uh, zijn nog steeds uh, een beetje ontstoken, en weet ik het. Dus dat, dat komt dat nog steeds de sporen... allemaal van die schimmel. -shit. Ja, de sporen van de schimmel, ja. want dat zat op je woonkamer. In je, in je uh, nee, naast mijn bed. Oh ja, Jesus, ja en bij mijn stream setup, Dus dat, ik zat daar altijd. Ik zat ja. daar vaker dan uh, in mijn woonkamer. Ja, ik had een studio, dus het was één kamer. Ja. Maar ik had een gordijn ertussen hangen. Ja, oké, okay, precies. Op die manier. Maar dus inderdaad. Ja. Uh, um, nou ja, door, doordat de sporen die je in. Ja, ademt... dat komt nu waarschijnlijk allemaal los of zo. Ah, omdat ik nu ja. weer, weer gezond word. Dus dat mijn lichaam het aan het vechten is allemaal. Ja, uit, eruit, Want het is niet iets ja. dat gelukkig dat blijf, blijvend is of blijft. Of... Nee, de dokter zei wel dat het een chronische verkoudheid kan zijn. Ja. Door die schimmel. Ja, precies. En, maar het is eigenlijk waarschijnlijk een allergische reactie op de sporen. En die is tijdelijk. Dus we zullen het zien. Maar ik ben ja. nog steeds niet helemaal gestopt met hoesten. Nee. Maar ik kan wel weer zingen. Dat ja. wel. Dus volgens mij ga je ja. dat ook in de. gingen je dat in de stream doen vrijdag? Ik denk het wel. We hebben vorig even... jaar ook. Uh, dikke karre ook. ja. Uh, yeah. Ja, je had net over, maar de gitaar kon je niet meenemen. Nou, kan wel. Maar ik weet niet of het moet. Als het niet moet, dan doe ik het niet, want het is onhandig. Ja, Volgens mij is Daan erbij bezig. Maar dat is een off-stream, een off-item Ja, We kunnen geen kerst nieuw stream doen zonder muziek, toch? Nee, eigenlijk niet, inderdaad. Koos moet ook even bluff zingen weer. Ja, omdat dat zo'n succes was. Hij kan echt goed zingen. Hij zegt van niet, maar Koos kan echt goed zingen. Ja, als je bepaalde sommige nummers... Ik heb hem ook wel eens heel vals horen zingen. En jij met je Johnny Cash... Ja, die lukt, die lukt ook wel. Dat is, als je het kent, dan is het altijd makkelijker natuurlijk. Ja. Voor ons. Ja. Um, maar ja, muziek dus thuis uh, nu even uh, op een klein uh, laag beetje. Laag beetje. Maar ik ben wel weer een beetje begonnen met produceren. Uh, maar eigenlijk heb ik echt heel weinig gedaan. Ik, Daar ik, was je ook een opleiding voor aan het doen, toch? Ja, nog niet afgemaakt. Nee, oké, okay, maar dus je bent nee. er nog even mee bezig. <laughs> ja. Die staat al een jaar op pauze. ja, okay. ja. 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 Maar Door ik wil wel live. weer. Ik wil wel weer echt graag. En ik uh, ga ook volgend jaar uh, jam-sessies organiseren. Want waar ik dus pianoles ga geven, dat is een muziekschool waar ze een zaal hebben met een podium en een bar. Ja, en zeker. daar mag ik gewoon jam-sessies organiseren. Dus ik ga ook gewoon meer jammen weer. En ik zorg er wel voor dat het weer meer in mijn leven komt, want ik ja. mis het heel erg. Ja, heb je dat dit, dit jaar? Op een gegeven moment zag ik uh, iets in een loods, een hele grote jam-sessie of zo. Ik weet niet of dat dit ja. jaar was. Misschien was het vorig jaar. Dat kan wel. In Alkmaar heb je half 25. En dat is een hele grote loods waar ze allerlei kunstige dingen doen. Ja, precies. En, uh, en daar heb je wel eens gejamd. Ja. ja, als er een jam is, dan uh, ja, meestal was het in het weekend, dus dat kon ik niet. Maar nu kan ik natuurlijk altijd in het weekend. Ja. Hopelijk. Het is wel grappig. Als er een jam is, dan ga ik. Ja, dat wil ik gewoon. Dat, dat leer je ook heel veel van. Want ik heb super vette podiumvrees. Ja. Uh, dus ik push mezelf heel erg om uh, dan wel op het podium te gaan staan met zo'n jam. Uh, zodat ik er gewoon wat minder bang voor word. Want hoe vaker ik het doe, hoe minder eng het wordt ja. in mijn hoofd. Is ook, dat is in principe is gewoon wat ja. routine. Waarom ja. nou, is het zo grappig dat je dat hier uh, en op jouw stream niet, niet gek nee, vindt? Nee, want dan zat ik in mijn huis en dan heb je een webcam en verder geen mensen. Ja. Dat is echt het feit dat ik uh, al die aandacht op mij gericht. Maar dat, dat is via de, de cam fijn. ook zo. Nee, ja, nee. Maar je kijkt ze alleen niet in de ogen aan. Nee, en, maar het is toch anders als mensen voor je staan. Ja, precies. De, 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 je voelt ja, voor een... mij zou dat niet zo zijn, denk nee? ik. Maar nee. Ja, maar als er mensen bij je, het is toch ook heel anders als je alleen thuis bent, terwijl er iemand in een kamer boven zit, dan wanneer die er niet is. Hoe bedoel je? Nou, stel je, ben, je, je, je woont samen. Ja. En diegene met wie je samenwoont zit boven ergens, achter zijn computer. Ja. Uh, en jij zit beneden in de woonkamer. Dan voelt het toch ook anders dan wanneer je alleen thuis bent. Ja. Dus Terwijl je diegene niet echt ziet, maar je weet gewoon dat er iemand is. Ja, oké. Okay. Ja. Zo, zo vergelijk ik het denk ik een beetje. Ja, nou het is grappig. Ik, ik denk dat ik het via een webcam zou ik het soort van ongemakken. Omdat ik die mensen niet kan zien en ik kan niet zien wat wat ik doe, wat, ja. wat voor effect dat heeft op de mensen. Dus ik zou mensen denk ik liever zien ja? dan via een webcammetje dat ik de oh, feedback nee. van die mensen niet zie. Nee, is echt top. Ja, ja. Want dan kan je gewoon je ding doen en boeien. Ja, nee, <laughs> dat, dat zou me die onzekerheid, of de, 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 de onwetendheid daarvan, zou ik denk ik vervelend vinden, mensen in het lijp. En dat zie ik wanneer ik... Ja, maar in je chat zie je ook gil. gewoon dat mensen het chill vinden. Ja, oké, okay, fair. Dat is inderdaad ook wel weer chat. Maar ja, nee, oké, okay. ik, 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 dat vind ik ook. Ik vind überhaupt chatlezen dingen lastig. Ik kan sar sarcasme sowieso al moeilijk herkennen oh, ja. en in een chat al helemaal niet, ja. weet je, dat soort dingen. Dus ja, ik, ik las kijk altijd mensen de chat tijdens het zingen. Aan. Maar dan moet je het niet doen, want dan, als er iemand binnenkomt met. Oh, dit is echt kut. Ja. Dan ben je nog bezig. En dan, huh? uh, uh. Dat stem. Of Je, je, je <laughs> ja. zingt iets wat je ziet. Ja, precies. In beeld. Ik heb als de chat uh, gezongen. Ja, oh, expres. Ja, expres. Dan ging ik gewoon akkoordjes spelen en dan mochten mensen typen. Ja. En dan ging ik dat zingen. Vet. En dan ging ik oh, proberen vrijdag. rijmpjes te maken met elkaar en zo. En ja. ja. Dat, is, uh, dat is tof. Ja. Um. Wat doe je? Nou ja, je zei net al, je hebt heel veel uh, uh, hobby's, uh, adopteer je en, en laat je wel los. Maar wat ja. zijn dingen die je nog meer en ja, misschien is dat dit nog steeds een lastig jaar, door uh, je drukke werk, maar wat zijn dingen die je doet in het dagelijks leven naast, nou ja, werk, gaming, Game Kings? TFT. Ja, dat is gaming, toch? Ja. Daarnaast, uh, ja, dus jammen. Muziek. Uh, vet ja. veel tv kijken. Ja, wat kijk je allemaal? Uh, uh, Temptation Island. Ik kijk nu toe. Hot to Handle of <laughs> net ik alleen, ik durf maar het niet te alleen maar Frikandele TV. Alleen maar Frikandele TV. Ja, er was laatst een Pinocchio, een nieuw Pinocchio van Guillermo, Guillermo del Toro. Ja. Die vond ik heel cool. Maar ik kijk eigenlijk het meeste gewoon domme dingen. Ja. Omdat ik dan mijn hersens uit kan zetten, zeg maar. En ik kijk nu het perfecte plaatje. Ik, ja, stom. Ik ben echt een boomer qua TV. Frikandelle boomer TV. Echt, ja. Maar ik vind het heerlijk. Het is echt mijn guilty pleasure om gewoon stomme dingen te kijken. Ik kijk bijna nooit. Dingen waar ik iets van leer of zo. Als ik op de bank zit. Als ik YouTube kijk op mijn telefoon dan wel. Uh, maar eigenlijk dat. En uh, ik heb vet veel planten. En daar ben ik gewoon een beetje mee aan het uh, stekjes aan het maken. En verpotten. En ik, ik heb nu dus een balkon. Dus ik heb van de zomer ook uh, allemaal bakken neergezet. En ik heb nu tijm en rozemarijn en bieslook. En ik ga Even tomaatjes planten. Ja. En, ja, dus ik ben helemaal... Uh, die chick aan het worden. Zeg. Altijd, uh, wat is dat voor chick? Zo'n Tumblr-chick. <laughs> <laughs> Een tumbler chick. Ja, oké, okay, fair. Ja. <laughs> en ben je nog psyched voor voor Alkmaar? Psyched voor Alkmaar? Ja, gewoon de, 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 de being there. Uh... Ja. Ja, nou. Is het jouw jou, hometown? Ja, dat sowieso. Het is, ik ben in kwaststukken opgegroeid. Dus Alkmaar was sowieso vroeger altijd de stad waar we heen gingen. als we gingen shoppen of na school iets leuks gingen doen of, of uitgaan. Of, ja. Uh, dat soort dingen. Ik heb ook vijf jaar in Enschede gewoond. En dat is dan de tweede hometown. Zeg maar, daar zou ik me nog steeds wel thuis voelen. Ja. Maar Alkmaar is wel gewoon waar ik me thuis voel. En. Um, zag er nog leuke dingen, dingen te doen voor je? Ja, de muziekscene is een beetje. Middelmatig. Als in... Vroeger niet, nu wel. Vroeger had je Parkhof en ja. allemaal krakersplekken. En dat was allemaal vet. Maar ja. het is allemaal, het wordt heel netjes nu allemaal. En het kooltuintje dus, mij... is dicht. Cooltuin is dicht. En de hal gaat ook weg uiteindelijk. Volgens mij mogen ze nog twee jaar blijven. Maar dat... Dus alle alternatieve dingen worden een beetje opgeschoond. En dat is heel jammer. En dat is eigenlijk wat ze in Amsterdam Noord aan het doen zijn. Uh, dat gewoon allemaal uh, flatgebouw staan in plaats van leuke dingen. Ja, dat is overal, gebeurt dit. Ja, gentrification. Helaas. Gentrification, <laughs> cultuur wordt minder. Ja. Uh, of in ieder geval dit soort alternatieve cultuur. Ja. Er zal vast een soort cultuur, juppencultuur of wat dan ook voor terugkomen. Maar ja, ik weet niet. Movie theaters, uh, barretjes, koffie, ja. dingen. Dat zullen ze ook zien als cultuur of zo. Ja, maar dat vind ik heel jammer. En dat, dat heb ik wel nog in Amsterdam meer. En ik merk als ik naar... Ik ging vaak naar een Amsterdam bij uh, Noorderlicht in uh, Noord. Mm -hmm. En dan, dan voel ik me gewoon een van de... Minder goede muzikanten. En dat was heel cool. Want dan ga je beter spelen. Yeah. En dan wil je beter spelen. En in Alkmaar heb ik dat niet. Dan, dan voel ik me eigenlijk misschien een van de betere muzikanten als ik naar, naar een random jam zou gaan. Het yeah. uh, klinkt heel arrogant, maar de, 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 het niveau was gewoon hoger als ik in Amsterdam was. Yeah. En dan word je wel een betere muzikant van. Yeah. Uh, maar in Alkmaar kan ik dan wel weer meer oefenen met mijn podiumvrees. Uh, dus dat voelt dan wel weer veiliger. Ja, zeg maar je maar. kan wel nog steeds lekker je ding vinden. Dus ja, het om, is nog eh, steeds vet, leuk en gezellig. Maar ik merk wel dat ik in Amsterdam meer mijn best wou doen. Zeg maar. ja. Want ik neem dan mijn melodica mee en dat is zo'n blaaspiano. Ja. Zeg maar. ja, ja, ja. en, en ik had een solo gespeeld waar, waar ik echt een week later nog vet hyped over was van mezelf. Van, ging echt fucking goed. En het publiek ging ook. Wow, weet je wel, het was oh, echt zek. heel vette ervaring. Ja. En dat zie ik niet schouw gebeuren in Alkmaar. Misschien als je het zelf gaat organiseren en ja. invites en wat dan ja, ook. Ja, ik wil ook dan improvisatie jams organiseren, dus geen covers. gewoon nee. speel maar vier akkoorden en luister naar elkaar ja. en gewoon letterlijk spelen, ja. zeg maar, gewoon. Play, maar ik dacht dat je fonds. dat ook bedoelde, maar. Ja, ja want maar, covers met jams, dat is gewoon gezapigd. saai, ja. ja. En het is gewoon alsof je een coverband bent die niet geoefend heeft. Vreselijk. Ja. Yeah, well, oh, kan je auto, je California. California. Ja, kan Californië. Ja. En dan, nee, kan ik niet. Oh, dan mag je niet meedoen. Nee, dus kan je even niet vijf minuten <laughs> nee, niet meedoen. Of het misschien wel dichtje. twintig. Ja, ja, dat slaat nergens op. Je moet gewoon, speel gewoon drie akkoorden en ga gewoon los. Ja. Maar ja, dat, dat, dat vinden heel veel mensen ook wel weer heel eng. Omdat je dan opeens zelf moet bedenken. Wat ja, je dan, dan, moet je, dan word je echt een muzikant of, ja. uh, of, of niet. En niet, uh, ja. ik zou dat ook helemaal niet kunnen hoor. Dat, uh, nee. Uh, nee, voor je heel marginaal af en toe een klein beetje wat meetokkelen dat lukt wel maar ja. um, ook heel repetitief is het dan bij mij dus dat nee ja ik doe het zelfs met vocals af en toe dat ja. er gewoon improvisatie ja. is en dat ik gewoon niet eens woorden zing maar gewoon tonen een ja. beetje aan sketten ben Hums. en <laughs> ja ja, en gewoon, ja dat uh, dat is heel fijn want je kan precies doen wat in je opkomt zeg maar en dat is heel leerzaam ja, maar het is ook zo wel grappig dat je dat doet. ja Ik wou net zeggen dat je dat allemaal doet. ja Ik doe het allemaal, maar ik bescheid wel in mijn broek. Maar ja. ik doe het wel. Ja. <laughs> ik zeg niet dat ik het niet kan. Ik zeg dat ik het eng vind. Ja. Ja. Maar ja. het lukt wel. Precies, en het lukt steeds beter. Ja, hand, en misschien. elke keer iets beter. Dus dan, ja. Ja. Nice. Ja. Maar um, je gamejaar, gamejaar. Um, was dus niet super uitgebreid. Nee, maar er waren wel een paar leuke dingen. Um, en, uh, want ik heb een lijstje doorgeappt. Ja, we uh, kunnen zo naar de top 10. We kunnen ja. ook nog even. Ik heb geen 10. Ik heb er 6-6. Ja, dat kan ook. Hoe kan ook? Ik had er ook ja. eigenlijk een echte top 5. En voor de rest had ik mentions en allemaal andere subcategorieën. Ja. Dus dat je mag verzinnen wat je, wat je ja, wil. Ja, maar ik heb, ook niet, ik heb ook niet alleen dingen gespeeld die dit jaar uitkwamen. Want ik speel heel veel indie games. En ja. die zijn er gewoon niet zo heel vaak. Als in de komen wel heel vaak uit. Maar Toch? Ja. niet games die ik dan heel vet vind of zo. Ik speel gewoon dezelfde indie games een paar jaar. Ja, want Celeste als je dan kijkt zo, naar dit jaar. Um, is er, er is dus dit jaar niet per se dingen, veel dingen in, in die uh, wereld uitgekomen die je heel tof vindt? Jawel, maar dus niet meer dan vijf. Ja, <laughs> of ik heb okay. ze gewoon gemist. Dat kan ja. ook. Want ik heb dus echt niet heel veel tijd gehad om dingen nieuwe in de gaten te, te houden. Zoeken, of, ja, precies. Ik ben niet heel up-to-date geweest. Hoe deed jaar. je dat normaal? Um, meestal stuurt mijn broertje me een appje met hey dit is vet en dan moet jij spelen ja. of zo en toen ik nog streamde kreeg ik van mijn chat gewoon door precies. van hey, of ik kreeg het gegift op Steam van een kijker of en dan ging ik het spelen um, dus ik vind het heel moeilijk om up to date te blijven als ik het alleen maar in mijn eentje moet doen dat, dat vind ik echt lastig ja want ik ben gewoon niet iemand die elke dag allerlei websites gaat lopen checken nee precies het is niet per se dat je de de game industrie heel erg volgt met wat er allemaal gebeurt nee en... maar dat gaat dus wel veranderen want ik krijg ook nu ja. een baan in de game industrie ja en ook veel met Indie-games te maken. Um, dus daar heb ik heel veel zin in. Want ik vind sowieso... Uh, in Nederland zijn er sowieso... heel veel indie-game-studio's die uh, leuk zijn. Ja. Um, en ik heb uh, nu twee jaar op rij... Indigo Festival gepresenteerd. Ah, ja. Waar tof. allerlei indies op een showcase zijn. Ja. En daar zie ik altijd dingen dat ik denk... Ah, oh, dit is tof, dit ga ik spelen. En ja. dan heb ik gewoon geen tijd. Nee. Maar dat wil straks ik heel veel. Straks wel. Dus ja. ik heb er heel veel zin in. Ja. ja. Snap ik? Nou ja, dus inderdaad, voor de rest uh, heb je niet per se het soort van oh, dit was voor mij een, een, een matig of een super vet of een wat dan ook chemia. Ja. Nou, er zijn wel een paar dingen waar ik echt heel blij mee ben. Die heel veel nostalgie. Uh, die staan ook in mijn lijstje. Gewoon uh, bijvoorbeeld een sequel waar, die, waar ik al tien jaar op wacht, die is dit jaar uitgekomen. Um, en dat is Rogue Legacy 2. Eh, uh, Rogue Legacy 1 was al tien jaar geleden. En ik heb dus, we hebben het er wel eens eerder over gehad, ik heb, denk ik, 2000 uur in dat spel. Ja. Uh, wat in tien jaar eigenlijk helemaal niet veel is. Nee. Maar, uh, maar, maar dat is wel uh, een van mijn lievelingsspellen. Ik heb ook een keer een headset gesloopt. Tijdens dat spel. <laughs> want het is de enige keer dat ik ooit iets heb gesloopt, was dat spel. Maar uh, dat is zo roguelike. En daar kan ik oneindig veel tijd in stoppen. Want elke run die je doet, bouw je weer meer op. En. Uh, dat had ik ook met de Binding of Isaac en um, uh, Dead Cells. En dat soort, dat soort games kan ik heel veel tijd in stoppen. Ja. Net wat is de game die je het meest hebt gespeeld dit jaar? TFT. Ja. Maar dat precies. is helemaal niet een nieuwe game. <laughs> nee. Ik mocht van je eigenlijk alleen maar games zeggen die dus dit jaar zijn uitgekomen. Maar, ergens, ja, ergens is het meer een soort van de, de games die voor jou dit jaar hebben bepaald. Dat ja, is TFT. Meer. Dat heb, Wat is TFT Ik heb precies? zelfs een iPad gekocht in maart, omdat ik dan TFT in bed kan spelen zonder dat ik op mijn telefoon hoef te kutten. Ja, nou, die komen natuurlijk straks ook nog wel langs, dan denk <laughs> ik, in je lijstje. Ja, het is een auto-chess uh, ding ja. van League of Legends. Ja, volgens mij hebben we het inderdaad... Was het misschien ook wel vorig jaar uh, in het uh, interview aan de tafel tijdens de livestream ja. hebben we het er natuurlijk over gehad. maar dit jaar ben ik platinum geworden. En ik ben nog nooit verder dan gold gekomen. Dus ik ben wel heel trots. Maar nu is zeg maar, het season, is helemaal niks. Ja, het seizoen is nu weer gereset. Dus nu ben ik gewoon weer brons. Dan moet je weer alles opnieuw doen. Heb je games gespeeld uh, waarvan <laughs> je uiteindelijk dacht: oh, ah, die kut. Weet je, teleurstellend. Ja, die, die Ghost, uh, hoe heet het ook weer? Ghostwire Tokyo. Ja. Daar die vond ik, van voordat ik hem had gespeeld, leek het me fucking cool. Want ik had er echt zin in dat het een soort van. Ik kreeg een beetje Bioshock Infinite vibes van, ja. maar dan uh, in een andere setting, zeg maar. En daar keek ik heel erg naar uit. Dus toen ik hem mocht reviewen was ik ook vet blij. Ja. Uh, en toen was het echt heel kut. <laughs> toen hebben volgens mij zelfs slopen gezegd, Ja, kan hoor. Ik, dat, niet uh, jetpack, was... ik heb hem ook genoemd als teleurstelling. Ja, ja, dat vond ik heel jammer, want ik ben echt heel erg fan van Bioshock Infinite. Ja. Daar heb ik ook heel veel uurtjes in. Ja, dat is natuurlijk wel anders. Ja maar, ja, maar het gaf me, me wel dan. een beetje die vibe. Van, van dat je met die skills en die. Uh, maar op een gegeven moment werd het gewoon. Je doet drie skills die goed samenwerken. En je tegen andere enemies. Nou ja, en dat blijft een beetje dat. Ben je wel eens in Japan geweest? Nee. Nou heb je dan. dan, dan. Is mijn volgende vraag ook niet relevant. Maar, maar inderdaad. Wat je volgt. Nou, het is meer van... Uh, uh, ik, 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 ik heb dat bijvoorbeeld aan Skate gevraagd. Want die noemde het ook als teleurstelling. En ik ja. zelf ook. En toen dacht ik van, maar waarom dan eigenlijk? Toen dacht ik van, wat is het tofste aan Japan? En Tokio en om wat dan ook. Dat is niet alleen maar de neonreclame, reclame. Het is ook de drukte in die stad. Ja. En die stad was leeg in die game. Ja. Dus dat, de, 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 ook de ziel van die game was daar... Of de, van de stad was daardoor weg. Ja. Um, en dus toen had ik zoiets dan is dat denk ik waarom het niet zo... Nou, Dat de gameplay voelt. vond ik ook gewoon niet leuk. Nee, nee, nee het was echt jammer. Andere teleurstellingen? Indie-games vind je dacht, Overwatch hier had ik zin in. Overwatch vet ja? grote teleurstelling, daar ja? had ik ook zin in. Vertel. Ja, Ik, ben, ik heb heel veel Overwatch gespeeld toen ja. het uitkwam. Ja. En de laatste paar jaar niet meer heel veel, omdat het gewoon heel eentonig werd. Dus ik dacht, als er nou Overwatch 2 uitkomt, dan word ik weer hyped, want dan is het weer nieuw. Maar het is eigenlijk gewoon hetzelfde spel met wat upgrades. En ja. Eigenlijk hadden ze net zo goed een patch kunnen maken. Ja, zeg maar. ik kijk nog steeds wel uit naar de story mode die uitkomt. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En als ik dat, uh, ja, als dat is wat, wat ze zeggen dat het gaat worden, dan ga ik dat leuk vinden, denk ik. Maar voor nu uh, Overwatch 2, uh, nee. Snap ik. Snap. Inderdaad. Ja. We hebben net zoals veel van de community een beetje boos om. Hm? Je bent er net zoals veel van uit, uit de, 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 ja. de Blizzard community. Wat ja, dan ook boos om boos. Ja, met die Battle Pass dingen. Ja. En, nee, nee, gewoon nee. nee. Nee, het haalt alles weg wat Overwatch 1 goed deed eigenlijk. Right. Want die lootboxen zo was juist ook vet leuk. Maar dat mag ook niet meer eigenlijk. Nee. De Strijk mag volgens mij ook niet meer. Nee, het is in heel veel, heel veel landen mag het niet, dus dan wordt het lastig. En dus ja. daar zijn ze allemaal nieuwe dingen voor aan het verzinnen natuurlijk. Ja, maar het is gewoon, het, is, het voelt als en, en het feit dat het ook uh, de eerste game override, dat vind ik heel problematisch. Ja. Dat stel je wil nog Overwatch 1 spelen, kan het gewoon niet. Nee. En dat vind ik heel kut, want daar heb ik gewoon geld voor betaald. Ja, is ook niet charmant, nee. Ja, daar heb ik heb gewoon 60 euro voor betaald. Ja. En dan nu hebben ze een kutversie eroverheen geschreven, zeg maar. Dat, nee. Ja, nee, ben teleurstelling, boos. Nee. Ja. <laughs> Wat was jouw grootste uh, Dat zie je in mijn interview. Oh, okay. <laughs> <laughs> um, laten we naar je top 5 dan gaan ja. van uh, dingen die wel heel lijf waren dit jaar. Ja, de eerste was Rock Legacy 2. Dus, ja. Uh, omdat ik dus heel erg fan ben van Rock Legacy. En um, ik ben ook wel iemand die gewoon één ding kiest en dat dan heel vet vindt en dat blijft doen. Ja. Uh, dus ik was heel bang dat, dat doordat het een spel wat ik zo goed ken en zo fan van ben, doordat het dan veranderd wordt, dat ik het dan niet meer leuk vind, omdat het niet meer is wat ik ken. Mm -hmm. uh, maar dat was dus helemaal niet zo met deze. Want het voelde gewoon als de oude game, alleen dan cooler. Ja. Dus daar was ik heel blij mee. Want een game die zo geliefd is, eigenlijk heeft Rogue Legacy 1 het hele roguelite genre. Gemaakt. Is dat waarom het Rogue Like of Rogue Light heet? Ja, het door is een, Het is een Rogue Light, want je verliest niet alles als je doodgaat. Ja. Um, dus je bouwt wel iets op. En uh, door Rogue Legacy 1 is dat genre heel populair geworden. Dus ze hadden grote schoenen om te vullen en die hadden ze zelf gemaakt, zeg maar. <laughs> ja, ja. Uh, maar uh, eigenlijk het grootste verschil is dat je, je kan elke run dat je doet, kies je een andere klas. En dat was al zo. Dus je kan een bar barbarian spelen. En in de vorige, dus uh, een paladin bijvoorbeeld. Of, die hadden dan allemaal een andere skill. Um, maar uh, in de vorige speelde je dan ook wel allemaal met een zwaard. En bij de nieuwe hebben ze dus classes. Eentje die staat met uh, een pand te meppen, omdat hij een kok is. En eentje heeft een hele grote lans, uh, waar je dan weer andere dingen mee doet. Dus de, de, de speelstijl verandert per klas. Per potje en, dus ook. Ja, en dat was dus niet zo. Het was eigenlijk gewoon je hebt altijd een zwaard, alleen je held verandert en je mana ja. en je skill, um, maar je hebt wel altijd een zwaard, zeg maar. En nu heb je gewoon meer verschil tussen de classes, waardoor je eigenlijk meer een, een voorkeur krijgt voor een bepaalde klas, die je dan ook meer gaat upgraden, die dan beter wordt. Um, en het, het leuke aan Rogue legacy is dat er heel veel humor in zit. Je kan per karakter een trait hebben, en dat kan uh, je kan kleurenblind zijn. Ja, bijvoorbeeld, dan speel je ja. de hele run in zwart-wit. En je kan uh, IBS hebben, Irritable Bowel Syndrome. Dus elke keer als je springt, laat hij een scheetje. Ja, ga je nog Het slaat nergens op, maar het is ja. gewoon leuk. En in één kon je bijvoorbeeld dyslectisch zijn. En dan elke keer als je lore ging lezen of zo, dan stonden alle letters door elkaar. Uh, dus er zit heel veel humor in. En dat is in twee ook zo. En uh, de graphics zijn gewoon geüpgraded En het ziet er allemaal vertrouwd, maar nieuw uit. Ja. Dus ik ben heel blij met die sequel. Ga je daar ook uh, 2000 uur in stoppen? Koop het. Ja? Ja, ja maar ik, wil, niet, ik speel niet ook nog steeds 1 eigenlijk. Nog steeds? Ja, want daar heb ik een dikke run op met level uh, zoveel. Ja. Dus uh, daar ben ik al New Game Plus 3 geloof ik. Of ja. zo. Maar bij deze, als je New Game Plus, want je hebt dan vier eindbazen en als je die hebt verslagen, dan ga je naar New Game Plus. En bij New Game Plus krijg je twee difficulties erbij. Maar die kan je zelf kiezen. Dus je kan zeggen, ik wil dat de monsters meer HP hebben of meer damage doen of dat er meer platformdingen komen of. Dus je kan zelf de moeilijkheid van je spel Vet. bepalen waar die zit. Smart. Zeg maar. Dat is ja. echt heel leuk. Ja, dat is slim dus, gedaan. Dat heb ja. ik bedacht. Dus het is uh, vernieuwend, maar ook gewoon vertrouwd. Ja. Dus dat vond ik heel fijn. Nice. Ja. Nummer vier. Nummer vier. Oh, even spieken. <laughs> uh, ja, die heb ik hier gereviewd. Rollerdome. Vet. Ja, ja ik had niet Dome verwacht dat ik dit spel zo Roller Rollerdome. Rollerdome. Rollerdome? Roller... Weet ik niet. Roller... Volgens roller drum. Roller... Nou, Droom. Ja. <laughs> ik kan het zijn eens uitspreken. Ja. ja. Nee, ik, ik had niet verwacht dat ik dit heel vet ging vinden. Uh, want ik heb vroeger nooit echt Tony Hawk gespeeld of uh, skaterige games. Ik speelde SSX Tricky, maar dat was heel anders. Um, maar dit was zo cool, omdat... Ja, je hoeft, je hoeft niet de hele tijd vooruit te doen om te rollen. Zeg nee. Maar dat was ook heel fijn. Ja. Dus je kan... Uh, focussen op tricks en op schieten. En eigenlijk vond ik het een hele goede combi van verschillende spellen. Ja. Um, of genres, zeg maar. En uh, het voelde smooth. Ik vond de graphics heel vet. Een beetje die comic book sh uh, shell shading. Ja, die zelf shading. Sorry. Die, uh, die studio die doet dat uh, heel netjes. Ja. ja. Dus ik was hier echt verrast dat ik, ik was verrast dat ik het leuk vond. Ja, volgens mij zei hij nog van nou, oh, ik ga dit uh, zeer waarschijnlijk nog lekker vaak aanslingeren. Ja. En dat is wel, en ook, kon je dat samen doen? Uh, of tegen elkaar zeg maar. Uh, of, ja, of misschien zei ik, je dat je de hoop uitsprak: van ik hoop dat dit ooit. Multiplayer wordt. Zoiets. Ja, dat, dat, je, dat je tegen elkaar kan ik. schieten. Dat zou ja. cool zijn. Ik heb dat nog niet. Uh, nee, ik heb het ook alweer een tijdje niet gespeeld hoor. Maar dit is af wel me bijgebleven: van oh, dit is echt vet. Ja, af en ja. toe even een potje aangeslingerd of wat dan ook. roller uh, ja. RollerDrome. Ja. Een van de Rollerdrome, drone, Dome, Dome. roller, Is ik weet zeker, wel met een hert toch? Ja, maar ik zeg het dus ook altijd fout. Je zei eerst ja, Rollerdome, ja, maar het is roller, ja, precies. Maar ik, ja, dat is een onverwachte like van mij, want ik ben helemaal niet van dit type spel. Nee, grappig. Ik ben van de point-and-click-puzzlers en de platformers, ja, zeg maar. En de rock likes, ja, dat zijn ook vaak platformers. Ver, ja, ja, dat nummer drie, nummer drie, ja, dit is liefde. Return to Monkey Island. Ik heb hem al langs gezien. 30 komen deze jaar dagen. geleden dat dat de vorige uit is gekomen. Ja. En uh, ja, dus die dit Heb is je gewoon... niet toen op dat moment gespeeld? Nee nee, 1991 is voor mijn tijd. Ik ben uit 93. Dat bedoel ik. Nee, dit is uh, dit is echt. Toen ik hoorde dat hij uitkwam al, voordat hij uit was, zeg maar, was ik al helemaal ja. gewoon al helemaal over. Volgens uh, mij werd hij aangekondigd in een livestream en uh, uh, dat is dus in de game case chat. Toen ging jij ineens helemaal los. Dips. Oh, ja, ja, dat ja, was ja, het. Dips. Dat was dips, dips, dips. Ik heb hem nog steeds niet gereviewd. Uh, ik moet zeggen dat ik ook nog helemaal niet heb uitgespeeld. Ik heb er denk ik nu zeven uur in zitten of zo. Oh, dat valt heel erg mee. Ja. Um, maar dit is ook iets wat heel leuk is om te streamen. Ja. Weet je wel, dus dat is zo'n point-and-click puzzler dat je chat gewoon mee kan doen. En, ja. o, vind, je dat, um, vind je dat niet erg, dat ze backseat gamen? Nee, nou, ik, ik heb altijd een regel van, ik zeg gewoon chat help. O, ja. dan en en mag dan mag, mag je helpen, maar ik wil niet dat mijn chat dan gaat googlen. Nee. Want dan o, mogen, ja. ze mogen wel zelf En ook niet van tevoren, bedenken. voordat je hebt gezegd helpen dan mag je ja, ook nog niet. En als we er echt niet uitkomen kwamen, dan mochten ze googlen, maar dan mochten ze het niet zeggen. En dan mochten ze hints geven. Dus dan ja. niet gewoon de oplossing in mijn chat spammen, maar gewoon, hé, hey, misschien moet je daar even kijken of zo. Ja. Um, maar het toffe aan deze Monkey Island is dat er een hintsboek is. Dus je hoeft niet meer walkthroughs te gaan zitten opzoeken. Het boek, uh, je hebt dus een hintsoptie. En die houdt ook bij wat voor items je bij je hebt en waar je bent. Ja. Dus hij geeft jou ook hints uh, ten opzichte van jouw positie in het spel op dat moment. Ja. Dus stel je moet daar en daarheen om met een schep iets te doen. Uh, dan kijkt hij dus eerst in het Hintsboek. Uh, als je een hint wil, dan kijkt hij eerst of je die schep wel hebt. Ja. En anders gaat hij eerst Zegt naar die, die schep sturen. Precies. Ja. Dus dat is heel goed gedaan. Tof. En je hoeft het niet is te ook gebruiken. Ook al is het een game in een game. Ja. Ja, ja, je hoeft het dus niet te gebruiken. Maar mocht je echt vastzitten, dan geeft hij dus niet meteen het antwoord. Maar leidt hij je gewoon op de goede weg. Ja. Uh, maar dit is uh, Ron Gilbert die weer uh, betrokken is geraakt erbij. En dat dit is, dit is echt. Liefde en nostalgie en ja. de artstyle moest ik even aan wennen. Dat ja. wel, het is helemaal nieuw. Ja. Um, dus het is niet in dat opzicht heel nostalgisch, maar je loopt do weer door, door hetzelfde eiland. En de muziek is gewoon precies hoe ik hem herinner als kind, weet je wel, dat het is gewoon die beetje Caribische deuntjes. En uh, er is weer LeChuck. Chuck. En, en uh, die roodharige chick. Die er, er zijn wat characters die terugkomen. Ja. En de puzzels zijn gewoon weer leuk. Uh, maar niet zo moeilijk dat het echt kut is, zeg maar. Dus uh, ja, en het blijft gewoon een heel grappig spel. Ja. En het is ook fijn dat je hoeft de vorige ook niet gespeeld te hebben om deze leuk te vinden. Maar er zitten wel heel veel references naar de vorige games in. Dus het is wel, als je het wel hebt gespeeld, die vorige, dan is het extra leuk, ja. zeg maar. Maar je hoeft het niet, het is een beetje zoals al die Marvel films van, van als je... Nou, de, de vorige niet. Ja, Spider man het... of zo. Ja, oké. Okay. Sommige wel, sommige niet. Hoor. Ja, Als je, als je de wel... vorige niet hebt gezien, is het niet heel erg. Maar als je het wel hebt gezien, het ge voegt vet. het wel wat toe. zeg ja. maar. En dat is met dit net, net zo. Als je zou moeten raden, wie van de Game Kings denk je dat deze ook in zijn top 10 heeft Ja, ik nou. weet het al. Boris. Ah oh, ja, dat had je al gezien inderdaad. Ja. 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 Maar hij heeft dan waarschijnlijk ook nog in 1991 gespeeld. Ja, <laughs> ja. dat wel. Dat denk ik, wel ja. <laughs> ik denk de eerste keer dat ik Monkey Island speelde was ik denk ik 17 ja. of zo. Ja. Omdat ik toen een vriendje had die er helemaal lijp van was en die heeft dat allemaal voor me op Steam uh, ge gekocht. Ja, het is gewoon je genre. Dus dat, uh... Ja, point and click is sowieso uh, echt, vind ik heel leuk, want ik voel me heel slim. Ik vind het leuk om me Lekker slim pusselen. te voelen. Ja, precies. Ja. Ik vind je hebt ook de wereld heel leuk en zo. Je controleert heel erg de wereld of zo. Ook, dus is, maar ja. als je iets oplost, dan voel je je gewoon slim. Ja. En dat vind ik een leuk gevoel. Ja, dat dat gebeurt niet vaak. <laughs> <laughs> nou, in games, dat is, dat is ook waarvoor je kan gamen natuurlijk. Ja. Zijn we ja. bij drie of zijn we bij twee? We zijn bij oep, Twee, hè? Nee, dit drie. was drie. Dit was drie, ja. Dus dan zijn we nu bij twee. Oh Rockland. ja, maar ik doe ze niet op volgorde. Oh. Als in Rogue Legacy 2 was één eigenlijk. Dat is mijn ah. lievelingsstand. Oh, dat was... Oe, oe, of deze. Ja, ik heb niet echt uh, op bepaalde volgorde. Ik heb gewoon dit zijn de vijf games waar ik het meest excited over ben. Oké, okay, laten we dan even de lijst afmaken. Ja, Terraformers. Die heb ik ook hier gereviewd. Ja. Dat is van een Nederlandse Game Studio. Oh, dat wist ik niet eens. Um, dit is... Um, eigenlijk komt het ik, ik hou echt vet van Civilization 5. Ja. En uh, dat gevoel krijg ik hier ook een beetje bij. Uh, ik heb hem volgens mij met Daan gereviewd dit jaar. Um, en in eerste instantie dacht ik oh je ga ik even ik moet een review doen. Ik speel het even twee uurtjes. En dan, weet je wel, <laughs> ik had niet zoveel <laughs> tijd. En toen uiteindelijk heb ik gewoon een heel weekend dit zitten ja, doen. Gelukkig. Ja, gelukkig. Dus, Zo hoort het. Ja. ja, en het, het, is gewoon, het zit gewoon goed in elkaar. Het is laagdrempelig, maar wel gewoon uh, diep genoeg dat je dingen kan blijven leren. Uh, het is een, een soort van turn-based uh, systeem. Dus dat is ook wel fijn dat een, een turn is eigenlijk voorspelbaar. Van oké, okay, ik ga eerst dit doen, dan ga ik upgrades kopen en dan nog even daar exploren en dan is mijn turn weer voorbij. Ja. Uh, je moet Mars... Terraformen. Ja. Um, en het gaat ook heel ver dat je op een gegeven moment kan je bepaalde planten daar planten. En dan krijg je konijntjes of zo. En die kan je dan daar loslaten. En dan bouw je gewoon een soort ecosysteem. Ja. Um, dus er zit een hele grote curve in van wat, hoe ver je ermee kan gaan. Ze diepen en leuk in elkaar. Ja, maar het is wel simpel. Maar ja. het voelt niet alsof je vet veel ervaring moet hebben met dit soort games om dit leuk te vinden. Um, dus dat vond ik een hele goeie. En inderdaad weer een verrassing van. Uh, dat jij mij dan gewoon daarop ja, inroostert. Dat ik denk, ja. oh, even kijken wat dit is. En dat ik het dan uiteindelijk vet leuk vind. Ja. Dus die hoort er eigenlijk ook wel in. Nice. Weet je de studio? Niet uit mijn hoofd. Nee, precies. Misschien iets waar je ooit iets mee gaat doen dan. Ja. Ach, ja, het, uh, ja ik, ik durf is. nog niet helemaal mijn nieuwe baan aan te kondigen. Nee, maar dat ga ik doen. wel doen op ja, Twitter of zo. Ja. Ja, ja ik had gewoon eens dus op Twitter houden. gezet van, hé, hey, ik zoek een baan. En zij hadden gereageerd. Zeker. En nu die baan. <laughs> ja, zo makkelijk. Ja, het is sowieso een hele leuke band. En het klikt ook meteen heel goed. Het sollicitatiegesprek was echt tweeënhalf uur, gewoon gezellig kletsen. Ja, zo wordt het, ja. Dus een beetje uh, dat het goed zit. Ja, leuk. Ja. Nog één dan. Die je al hebt genoemd. Ja, TFT. Ja. Dat is wel de game waar ik het meeste tijd in heb gestopt dit jaar. En eigenlijk al die cinematic shit, dat zegt eigenlijk niks over het spel. Maar het is net als in Dota, auto chess. Um, dus je speelt. Uh, ja, een soort autobattler met League of Legends, poppetjes. Maar eigenlijk heeft het weinig te maken met League of Legends. Uh, alle poppetjes hebben trades. En dan kan je in een army. Als je drie van een bepaalde trade hebt, dan krijg je een bonus. Of, uh, dus je, je maakt een team. Je krijgt elke ronde een shop. En uh, ja, dan kan je gewoon bepaalde teamcomps uh, in elkaar zetten als je mazzel hebt. Uh, je hebt een economy, dus je moet met je geld uh, werken. Je krijgt rente als je meer dan tien hebt. En dus je moet. Ja, het is een economisch systeem, maar ook een beetje RNG. Ja. En ook een beetje kennis en inventiviteit. Maar dit is gewoon heel fijn omdat het potjes zijn. Tijden, lekkere tijd. Dus het is gewoon verdrijf. één potje is als je ver komt, als je niet meteen eruit ligt, is het drie kwartier. Of oh, oké. Okay. Ik dacht kort je speelt kort tegen dan. zeven andere mensen, dus ja. mensen achter. En uh, dan is het een potje. Dus dan kan ik gewoon even voor het slapen gaan, doe ik even één potje. En meestal worden dat er dan tien. Ja, of zo. En dan is het opeens vijf uur s'nachts. Maar dit is uh, vet verslavend, want elk seizoen resetten ze alles en dan mag je weer lekker opnieuw alles leren. Ja, doen ze dat goed? Wordt dat goed? Uh, ja, soms nog... haat ik het, want dan ben ik net gewend aan iets en dan wordt het weer anders. Um, maar het houdt wel interessant, want anders blijft het dezelfde game. Ja. Uh, en nu is het elke seizoen is er gewoon andere poppetjes, andere trades, andere teamcomps die goed zijn en. Um, maar geen schaamteloze microtransaction uit melkerij nee. en wat dan ook? Nee, helemaal niks. Ja, je kan een Battle Pass kopen, maar dan krijg je gewoon extra skins en zo. Gewoon alleen maar cosmetic dingen eigenlijk. Ja. Dus het kan wel, maar het hoeft niet. Uh, dus het, het voegt niks toe aan de game als ja. je geld betaalt. Behalve dat het leuk uitziet. Nice. Zoals het hoort, ja. vind ik. Nu moet ja. jij nog even die uh, toch wel husselen tot een echte top 5. Ja? Ja. Moet? Ja. Oké, okay, maar TFT is niet per se een goede... Ik vind het niet de hele, als in, ik heb er heel veel tijd in. Ja. Het is heel verslavend. Ja. Maar ik denk niet van, oh, dit is echt de beste game ooit. Nee, niet ooit, maar ook misschien niet van dit jaar. Dus dan moet hij mm. misschien niet op 1. Oké, okay, dan vind ik Rogue Legacy 1. Ja. Of Rogue Legacy 2. 1. Return to Monkey Island 2. Mm -hmm. TFT 3. TFT 3, Roller Dome 4, Terraformers 5. Nice. Ja. Dat was heel snel. Ik dacht dat je daar ja. meer moeite bij mee zou ja, hebben. Nee, ja, ja. precies. Nee. Nee, nice. Ja. ja dan zijn we er doorheen, denk ik, ja. uh, met alle gespreksonderwerpen en games. We hebben heel veel gepraat. Ja, dat uurtje. Ja. ja, dat is netjes toch? Dat, ja, toch? Uh, ja. Ja, we moeten ook maar gewoon een keer. Uh... Zijn. <laughs> en we hebben vrijdag nog de, dus de kerst uit. Uh, ja, street. ik kan me voorstellen dat dat al geweest is als kijkers dit uh, oh, ja. in de realiteit zien. Ja. Uh, maar um, ja, een uur schoon aan de haak. Ja. Dus hartstikke oh. bedankt voor jouw uh, uh, inbreng <laughs> dit jaar. Thanks. Uh, zowel gamewise als uh, uh, zang wise. En, uh, en wat ja, ik dan denk er. dat ik wel wat, wat aparte games erop heb staan die niemand heeft. Zeker. En ik, ik heb nog niet God of. War Ragnarok gespeeld, anders stond hij er was. zijn er nog van. ja, zijn heb je nog one to plays? Ja die. Vooral. die. ja, ja eigenlijk dat... niet verder. nee precies. Nou, dat is, dat is <laughs> ja, ja ik wil Monkey Island uitspelen dat wel. ja oké, okay, ja. maar dat die, die daar hebben we het inderdaad over gehad. maar Ragnarok heb ik nog helemaal niet naar gekeken en ik wil Stray heel graag nog spelen, daar heb ik ook nog geen tijd voor gehad. dat bedoel ik. en dat zijn er twee die waarschijnlijk op mijn lijstje hadden gestaan als ik ze al gespeeld had. ja. Ja. Nou, er zijn hele de Game Kings die hebben hele lijstjes van dat soort top 10, ja. top 5. Met soort van: Als ik dit had gespeeld, dan ja. had dit in mijn top Dat, ja. dat had ook gekund. En er maar. is een Nederlandse indie studio die heet uh, De Bonte Avond. En die hebben een, game, een nieuwe game uit, Once Upon a Jester. En die wil ik ook nog spelen. Vet. Nou, dat dus zijn zo. er weer Dat zijn er al acht ineens. Uh, ja. Met mentions. Kom je toch gemakkelijk tien Ja, ineens. want to play nog. Ja. ja, ik heb gewoon heel weinig energie gehad dit jaar. Maar volgend jaar. Wordt dus mijn hele werk opeens allemaal gaming-dingen. Ja. Dus dan kom ik vast met uh, wat meer input. Nou, dat, dat is ja. onze, onze hoop. Uh, uh, en ik denk dat dat ja, ik wil uh, gewoon weer voor vaker iedereen komen. Uh, ja. En in die games moeten er ook vaker in. Daarom, dat, 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 dat mag jij dan inderdaad bij ons uh, voor zorgen voor de, voor de, voor de in ja. game content. Nou, ja. En dan heb je een ingang ook nog. moet ja. moeten natuurlijk en -dus ook h -dus nog. h wel... 2 moet ik ook allemaal gaan spelen. H 2. -dus oh, ja, die, 2. Wordt die is net aangekondigd, toch? Ja, precies. Dus die komt er ook aan. Ja. Dus uh, dat wordt leuk. Nou, ja, ik Die hoop dat je een, een beter uh, 2023 hebt dan een uh, 2021. Volgens mij het was het niet een rot jaar toch? Nee, het was nee, gewoon een precies. heel gemiddeld jaar. Alleen ik, uh, okay. ik, ik dacht dat het wel roerig, roerig was. Maar... Nee, ik heb gewoon uh, mijn energie in de verkeerde dingen gestopt. Nou ja, verkeerd. Ik heb er veel van geleerd. Ja. Dus dat is nooit verkeerd. Op naar een beter Lijper 2023? Zonder schimmel. Zonder schimmel. Ja. Thanks. <laughs> Thanks.